waarheid. Jullie hebben uiteraard goed gekeken. En wederom 10 punten die jullie ditmaal over de 3 acts mogen verdelen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat gaan doen. Ali, ik begin bij jou. Ja, heel erg moeilijk, maar lekker kort. Opbouw, uithaal van jouw Pearl. Gewoon belachelijk goed. Belachelijk goede stem. Echt belachelijk. Beter dan die andere twee. Joan, ik heb dit keer geluisterd en mijn ogen dicht gehouden. Zodat ik die witte pauw op je hoofd niet hoefde te zien. En ik dacht dat het er beter op zou worden. Maar daardoor hoorde ik een beetje een hoenpapa soundje erin. Daardoor denk ik weer van geschikt voor het Songfestival. Dus dat is weer iets fout wat weer goed is. Ivan, het onderwerp vind ik universeel. Iedereen is een vader, een zoon of een moeder. Zonder corny te worden heb je iets universeels. Ik denk dat Joan meer kans maakt. Maar het probleem van Nederland is dat we niet winnen. En ik heb ooit gelezen dat Einstein zei... een probleem los je niet op hetzelfde niveau als dat hij gecreëerd is. Waarschijnlijk verkeerd geciteerd nu, maar dat maakt even niet uit. Ik denk dat we out of the box moeten denken. En daarom geef ik Ivan 10 punten en de rest 0. Waarom? Ik ben bang dat Nederland die andere meer punten gaat geven. Dus ik ga nu vol gas voor Ivan, omdat ik hem daar wil hebben. Dankjewel voor je mening, Ali. Nick, jouw keuzevraag. Ja, we was even nadenken. Het is heel lastig, want ik vind ze alle drie heel erg goed. Ik vind Joan de liedje denk ik het beste gewoon, wat je op de radio eventueel zou kunnen horen. En ik vind, Ivan en Pearls zijn echt nek om nek voor het Songfestival. Maar ik denk dat Pearl de liedje het beste zou doen op het Songfestival en de meeste hartjes zou kunnen winnen. 4-3-3. 4 voor Pearl en 3 voor Joan en Ivan. Op dit moment staat Ivan bovenaan met 13 punten. Jeroen, jouw punten graag. Ja, Pearl, je staat niet voor niks al in deze finale. En het liedje is gewoon steengoed. Op driekwart zit wel, ja, toch wel die belofte die ingelost wordt. Die je aan het begin maakt, die belofte die wordt ingelost op driekwart van het liedje. Ik weet niet of mensen daar zo lang op kunnen wachten. Dus... Dan zeg ik bij Joan, ik moest denken aan Nicole, Ambition Freedom. Die zat daar met een gitaar en wat ik net al zei, alles afdoen en gewoon sober, maar met een gitaar. Want dan maak je het nog kleiner. Overtuigend is het. Het is een heerlijk liedje. Het blijft in je kop zitten. Maar dan, Ivan, goede plaat gewoon. Ontzettend goede plaat. Denk wel, geef die performance een enorme boost, een enorme zet. Weet je, kom van dat podium af. Laat jezelf zien, want je gaat van mij de meeste punten krijgen. 5 voor Ivan, 3 voor Joan en 2 voor Pearl. Dat brengt de tussenstand op dit moment op 18 voor Ivan. 4 bovenaan. Carlo, jouw punt alsjeblieft. Sowieso waren die optredens veel beter. Hè? Je zag het gelijk, het was nu erop of eronder. Voor alle drie was het veel beter. Stel je nou eens voor, hè, dat we niet in de finale zitten en Joan staat daar. En ze zit niet in de finale. Dan zeg je, misschien waren we er net te laat mee. Vorig jaar hadden we Zwitserland net in die finale met een soortgelijk liedje. Klein liedje, net met de hakken over de sloot. Dan zou je zeggen, niet helemaal een schande toch. Ivan, stel je voor dat hij daar staat en je zit niet in de finale. Dan zeg je, het was misschien toch te veel pop. Dan zou je kunnen zeggen, stel je voor, je staat met Pearl daar en ze komt niet in de finale... dan is dat een schande. En daarom zeg ik dit. 10 punten voor Pearl. Op dit moment gaat Ivan aan de leiding met 18. Op de voet gevolgd door Pearl met 16. Stacy, dan jij als laatste. Mooi betoog. Wat betreft de vakjury, jouw punten graag. Mooi betoog van Carlo. Ik echt goed gedaan. Ik heb bijna geen tekst meer. Ten eerste wil ik even zeggen dat alle kandidaten vanavond ontzettend hebben gespetterd. Want dit Nationaal Songfestival was echt zeer professioneel. En alle kandidaten hebben geshined. Dan mag even in die termen te blijven. Kwaliteit is nog nooit zo hoog geweest. Absoluut. Het Nationaal Songfestival. Precies, dat wilde ik even zeggen. Pearl, jouw nummer is Meer Zoet.
echt meer zoets. Maar het is zo ontzettend goed gedaan. Het is zo ontzettend bakkend. Het zou een schande zijn als je niet ver zou komen, mocht je doorgaan. Klein dingetje. Ja, de internationale vakjury kan niet om jou heen. Dat is een feit. Maar klein dingetje productietechnisch. Waarom komen die strijkers uit een potje? Voor zover ik kan horen hier met het studiogeluid, zijn het geen echte strijkers. Vind ik jammer, want dat zou hem afmaken. Dus mocht je doorgaan, investeer in een goede bak strijkers. Joan, ik vind het te gek. Ik vind jou bijzonder, heb ik gezegd. Je hebt het zelf geschreven. Dat is erg knap. Het is een hit. Laat die fratsen weg en je kan heel erg ver komen. Ivan, je hebt een ontzettend mooi geluid, ontzettend mooie stem. Je bent misschien wel de meest muzikale kandidaat van het hele spel. Maar ben je ook die frontman die heel Europa gaat overtuigen? Ja. Ik heb mijn punten verdeeld. Het was moeilijk, maar hier komt ze. 5 voor Joan, 3 voor Pearl en 2 voor Ivan. Dat brengt het puntentotaal van de vakjury op 20 voor Ivan, 19 voor Pearl en 11 voor Joan. Dit is het oordeel van...